Al jarenlang over die kliniek veel klachten. Met name dat cliënten zich daar niet veilig voelen. En hoe uitziet dat? Ja, als patiënten zorgen hebben over de veiligheid die ze zelf ervaren, omdat er bijvoorbeeld sprake zou zijn van te veel geweld of onvoldoende toezicht op dat soort zaken, of dat er zaken de kliniek inkomen die er niet behoren te komen, drugs, wapens, dat soort dingen. Ja, dan kan het een gevoel van onveiligheid geven voor de patiënten die goedwillend zijn. U staat veel TBS'ers bij, hè? Ja. Ook die in andere klinieken zitten, neem ik aan. Ja. En als u dat dan vergelijkt, wat valt u dan op? Ja, mijn kantoor staat tussen de 10 en 15% van alle TBS'ers in Nederland bij, dus wij zien echt heel veel. En wat opvallend is, is dat je lijkt te zien dat er om de zoveel jaren eigenlijk een verschuiving is van klinieken met problemen. En dan zie je soms dat media erop springt en dat geeft heel veel onrust, maar ook wel een reactie van in veel gevallen verbetering. We hebben het een aantal jaar geleden gezien bij Kliniek Veldzicht, waar heel veel klachten over waren. Nou, die zijn opgelost. Dan heb je een aantal jaar terug in Limburg de Roosjewissel gezien wat voor klachten zijn. En nu voel je eigenlijk al dat de laatste tijd steeds meer klachten aanhouden over de Roemse support. Dat is geen goed signaal. En dat past bij het beeld wat ik meekrijg van mijn cliënten. Het geeft wel zorgen. Want hoe ziet u dat dan? Zijn er meer klachten nu inmiddels over de woensdagsupport support dan gemiddeld bij andere klinieken? Je kan het zo zien. Kijk, het is natuurlijk geen wetenschappelijk onderbouwd iets. Maar als je als advocaat van een bepaalde kliniek voortdurend heel veel klachten krijgt, dan is dat wel een signaal. En op dit moment springt de Roemse support daar wel uit. Daar zijn veel klachten over van de patiënten die er zitten. Want de reactie van de woensdagsupport support is dan, ja, cliënten die gaan altijd klagen, die gaan nooit zeggen dat het hier goed is. Ja, wat je in eerdere berichten hebt gezien, onder andere van Omroep Brabant, is dat het zou gaan om een doofpotcultuur in sommige gevallen. En dat is heel zorgwekkend. Want als ook patiënten het gevoel hebben dat zaken in een doofpot worden gestopt, dan durft men nog minder te praten, dan durft men met nog minder klachten naar voren te komen. En dat betekent dat de onderhuis heel veel kan broeien. En dat is gevaarlijk. Je kan een angstcultuur krijgen. Een angstcultuur is fataal voor de veiligheid, maar ook het behandelklimaat in een instelling. Wat je wil als er in een kliniek veel klachten zijn, is dat er serieus op wordt gereageerd. Je wil niet dat de directie de zaken wegstopt, maar je wil dat er transparantie is, dat er open over wordt gesproken. Ook dat er wordt gecommuniceerd niet alleen naar personeel, maar ook naar de patiënten. En dat er wat aan wordt gedaan. Wat je niet wil is dat je het gevoel krijgt dat er een onderzoek op los wordt gelaten, of misschien in dit geval twee onderzoeken, waarvan je het gevoel hebt dat die te dicht op de kliniek zitten. De overheid is verantwoordelijk voor de invulling van de behandeling en de overheid doet hier ook de onderzoeken. Je zou eigenlijk willen dat bijvoorbeeld de Raad voor Veiligheid volledig onafhankelijk onderzoek verricht, om vervolgens met aanwijzingen te komen. En als die niet worden opgevolgd, ja, dan zal de politiek moeten ingrijpen. Dus als ik u zo hoor, vindt u dat er maatregelen moeten worden genomen? Het kan niet anders dan dat er zoveel klachten zijn de afgelopen 1, 2 jaar, dat men de ogen toedoet. Je moet hier wat gebeuren, wil je niet dat het nog meer gaat escaleren. Ja, wat je veel hoort de laatste tijd, er zijn veel zelfmoorden geweest of andere geweldsincidenten. En dat doet wat met de cliënten die daar zitten. Die voelen zich niet meer veilig en die gaan daarmee naar het personeel. Maar ze voelen zich vervolgens niet gehoord. Wat leidt tot nog meer een gevoel van onvrede, van onveiligheid. En die frustratie wil je niet in een TBS-instelling, want dat leidt vanzelf ook weer tot een escalatie van de emoties. Maar wordt u platgebeld door cliënten? Van de Roemse support krijgen we heel veel telefoontjes van cliënten met signalen, met klachten. Wij zijn ook vrij actief op dit moment richting de kliniek, omdat de situatie daarom vraagt. Kunt u verder nog stappen ondernemen? Je wil het liefste dat het niet nodig is dat je uiteindelijk het mes op tafel legt in een juridische procedure, maar dat kan natuurlijk altijd. Wat we eerst proberen is de boel in overleg op te lossen met de patiënt en ook met de kliniek. Wat we ook doen is vaak om opheldering vragen bij de directie. Maar een veelgehoorde klacht van heel veel patiënten in de woensupport is dat er niet wordt gereageerd op brieven van advocaten. Maar die onrust die zit er ook bij de patiënten, want die denken, ja, als mijn advocaat geen antwoord krijgt van de kliniek en ik ook niet, wanneer dan wel? Hoe moeten we dan oplossen? Ook dat geeft weer frustraties en ergernissen. En de behandeling, dat doe je met z'n tweeën. Het is een dans. En dat betekent dus ook dat je moet luisteren naar ook wat er leeft onder de patiënten. Bent u van plan om hier verder stappen in te ondernemen? Ik heb volgende week een afspraak met een vijftal cliënten om in kaart te brengen welke concrete problemen er nu spelen en
of dat een gezamenlijke actie vraagt, of dat het op een andere manier is op te lossen. De raad van bestuur die reageert met, ja, moet je luisteren, dit hoort ook bij een soortgelijke kliniek. Je gaat ook niet bij een oncologisch ziekenhuis vragen hoeveel mensen eraan een ernstige ziekte zijn overleden. Dus dat er incidenten zijn zoals wapenbezit, zoals drugsbezit, dat hoort bij het proces. Wat vindt u daarvan? Ja, je kan niet helemaal uitsluiten dat er in een kliniek verboden middelen komen als wapens en als drugs. Dat is niet te doen. Dat moet je ook niet willen overigens, want je wil dat patiënten op enig moment leren omgaan met vrijheden. Dat betekent dat ze verantwoordelijkheden moeten omarmen. En dat betekent ook dat ze terugval zullen krijgen. Dat betekent vallen en opstaan. Dat moet je accepteren. Maar als er over een kliniek zoveel klachten zijn als nu, ik heb het niet alleen over verboden middelen, maar ook over zelfmoorden. Als je dat vergelijkt met andere klinieken, dan is er echt wat aan de hand. En dan kan je niet als directie zeggen, ach, dit hoort er nu eenmaal bij. Als je dat doet, ja, dan ga je echt de verkeerde weg op, want dan wordt het alleen maar erger. En dat wil Brabant niet. En dat wil ook de mensen in TBS niet.